Als ik geen Olympisch kampioen was geworden, dan hadden ze waarschijnlijk op dezelfde manier naar me gekeken. Alleen je merkt het wel aan die kleinere jongens. Dat die niet even op je afkomen en de hand geven, zeg maar. Dan ga je wel denken van, waarschijnlijk hebben ze wel door wie ik ben. De drie combinaties. Daar is de eerste. En de tweede. En de derde. Jawel! Hij heeft geprikt. Drie vluchten en de rest komt vrij. Hij heeft een goed fysiek om te turnen. Hij heeft het coördinatieve talent. Hij heeft de mentale vaardigheden. En hij heeft al van zijn jeugd bij een goede coach gezeten. Met goede faciliteiten en dat soort dingen. Nou, en dan 20 jaar later ben je daar waar hij staat. Ja, vooral dat het door de lucht vliegen en de controle denk ik ook die je dan hebt en moet hebben. Ja, dat je dat dan beheerst, dat geeft gewoon een kick. Bijvoorbeeld de eerste keer dat ik die 4 vluchtmomenten achter elkaar ging doen na de spelen. Ja, dan heb ik echt super veel adrenaline en dan gaat mijn hart tekeer. En dan kan ik mezelf nog maar net bedwingen, zeg maar, want je moet het wel natuurlijk gecontroleerd doen. Maar dan moet ik me echt tot rust brengen, want dan ga ik wel, sla ik bijna op hol. Ja, ik lust echt alles. Dus meestal als het in het buitenland dingen liggen die ik niet ken, dan schap ik dat juist als eerste op, zeg maar. Ik moet alles proberen. Dus ja, het zijn af en toe dingen die ik wat minder lekker vind, maar ik heb nooit iets gehad wat ik niet naar binnen kan werken, zeg maar. Dus, voor een wedstrijd, ja, een belangrijke wedstrijd, doe ik het niet. Dan ben ik wel voorzichtiger, hoor. Dan, inderdaad, omdat je bang bent dat je misschien wat zieker van wordt of diarree krijgt, maar... Ja, op trainingskamp dan mag je wel een risicootje nemen. It's nice that you guys are here also in training because yesterday we were here alone and it was quite a long day, you know. Not really much to do besides training. It's boring. Dat je denkt, trainingskamp is altijd goed, zeg maar. Dat je even uit de thuissituatie, je focust hier ook alleen maar op je sport, zeg maar. Thuis heb je natuurlijk ook wat meer afleidingen. En het is natuurlijk mooi om met andere sporters te kunnen trainen die je normaal niet ziet. Dat is altijd al inspirerend. Dus dat is wel leuk dat het Turkse team nu in voorbereiding is op het EK. Die zijn in ieder geval fanatiek aan de slag. Ik heb lange tijd met bijholtontsteking gezeten en dat speelt op zich nu nog. En dat was wel een belangrijke reden om nog even op trainingskamp te gaan. Omdat het in Nederland een beetje wisselend is. Vorige week een hele mooie week gehad, maar nu is het weer heel koud en nat vooral. En hier heb je een mooi droog klimaat en het schijnt gunstiger te zijn. Ja, dat begon had ik al aardig wat last van de verkoudheden de hele tijd. En ik kwam er niet echt vanaf. Op een gegeven moment vond ik het toch wel wat verdacht worden. Toen wat onderzoek gaan doen naar wat kan het nou zijn. Is het nou allergie of iets dergelijks? Nou, toen bleek dus dat die bijholtes flink ontstoken waren. Vooral de kaakholtes. Daar heb ik een medicatie voor gehad. En daarna ging het eigenlijk wel beter. Toen verstuitte ik eigenlijk mijn duim. Waardoor ik ook weer zo'n periode, ik denk ruim een maand, stil zat. Kon ik eindelijk weer in actie komen. Nou, toen klapte ik dus met mijn hoofd op de grond. Ik denk dat het het moment was dat iedereen wel weet dat ik een hersenschudding kreeg. Ja, toen ik daarna het WK daar een beetje overheen dacht te zijn, toen kwam die bijholtes weer opzetten. Toen heb ik nog een aantal maanden daarmee gezeten. Eigenlijk sinds Londen mijn oefening aangepast. Toen deed ik 3 vluchtelementen achter elkaar en later in de oefening nog 1 vluchtelement. Nou, dat heb ik omgebouwd naar 2 achter elkaar en nog 2 achter elkaar. Waardoor je wel de volledige bonus krijgt voor die combinaties. Want vluchtelementen combineren brengt het meeste punten met zich mee. Ja, juist ook door vorig jaar, dan weet je dat je door één klein foutje lange tijd uit kan liggen.
En daarom ben ik ook juist met dat vluchtelement heel voorzichtig. Want met die andere, als ik die mis, dan kom ik altijd met mijn voeten als eerste op de grond. En dan maak ik een koprol of zoiets. Maar ja, als je deze op de verkeerde manier mist, dat je hem echt denkt dat je gaat pakken en eruit schiet. Ja, dan kom je met je hoofd als eerste op de grond. Dat is me al een paar keer gebeurd en dat wil je nu niet meemaken. Dus ik doe hem heel vaak, zeg maar. Dan doe ik net alsof ik hem pak en dan laat ik hem toch los. En af en toe, als ik zeker weet dat ik hem ga pakken, dan grijp ik hem echt. Als ik geen Olympisch kampioen was geworden, dan hadden ze waarschijnlijk op dezelfde manier naar me gekeken. Alleen je merkt het wel aan die kleinere jongens. Dat die even op je afkomen en de hand geven, zeg maar. Dan ga je wel denken van, waarschijnlijk hebben ze wel door wie ik ben, inderdaad. Maar ze hebben een andere trainer hier rondlopen, alias Spegan. Ja, dat is ook voormalig kampioen op rekstok. Dat is eigenlijk een voorganger van mij. En ja, waarschijnlijk als ze vragen hebben, dan hebben ze die al lang aan hem gesteld. A lot of times he ended before me and of course I was not happy, but I think that we all saw that he will be a big champion. Ik heb niet het idee dat je hier nou echt een groot risico loopt in Bolu. Het is een heel rustig dorpje, weinig mensen. Dus het is niet de logische plek voor een aanslag of zo. Dus dat ben je hier misschien nog wel veiliger dan in Friesland, wil ik niet zeggen. Maar in Amsterdam, zeg maar. Ja. Ja, nou ja, in Nederland word ik natuurlijk wel meer herkend op straat. En in Heerenveen heb je er gewoon minder last van. Aan de andere kant, natuurlijk, daar merk je ook wel dat mensen je in de gaten houden of naar je kijken. Maar ja, een andere plek in Nederland is natuurlijk wel opvallend. Dan zie je ook wel meer reacties om je heen. En dan ga je zelf ook wel anders door gedragen, zeg maar. Je bent wat gereserveerder. Je bent wat minder outgoing, denk ik. En denk wat meer na over wat je doet. Als ik op langere tijd in het buitenland ben op vakantie en je tijdje niet herkend wordt, dat je dan wel losser wordt, inderdaad. En, ja, dat is wel op zich ook wel een lekker gevoel. Gymnastiek. Sport. Yes. Ja, we zijn in de moskee, denk ik, van Bolu. En inderdaad, mannen die komen dan hier. En dan hebben ze dat afgesloten en daar zijn dan de vrouwen, zeg maar. Dus ja. Ik zie het eigenlijk zelf niet zo als dat er allemaal andere goden zijn. Ik heb meer het gevoel, volgens mij is iedereen aanbidt dezelfde god of zo. Dat idee heb ik altijd. Dus hij heeft het over iemand anders, een ander verhaal erbij. Maar ik vraag me altijd af, van, is het dan echt iemand anders of is iedereen met hetzelfde bezig. Maar wat dat betreft zie ik wel ook wel weer gelijkenissen, ja. Nou, wow, mooi. Mooi om dit mee te maken in ieder geval. Ja. Oh, yeah! Ja, wel op zich best wel ruw, ook wel. Maar met die handdoek viel wel mee. Maar ook even op een gegeven moment volle bak mijn ruggenwervels even kraken. Zeg. En mijn voet even dubbel. Ik ben lenig, weet je wel. Maar als je met iemand anders doet, dan komt het echt niet goed volgens mij. Nee, maar dit was wel echt lekker. Ja, dat was goed. Ja, dat was goed.
Wow, it's good. Een spaarrood voor mij met citroen, echt nice. Ja, kan je wel aan wennen hoor. Tulband om en zo. Ja, ik kan wel merken dat ik ouder word qua trainen. In de zin dat je merkt dat je af en toe wat meer hersteltijd nodig hebt. Vooral als je een zware trainingsperiode, een week hebt gehad of zo. Dat je soms even een paar dagen gewoon er niet aan toe komt om goed te trainen. Ik denk wel dat het moeilijker is om inderdaad voor de tweede keer goud te halen dan voor de eerste keer. Je moet denk ik ook wel zo reëel zijn dat, dat je af en toe van de rechterkant afvalt, zeg maar. Je wilt niet dat het op de Spelen gebeurt, maar stiekem in je achterhoofd weet je dat het kan. Zal ik op dat moment van balen, maar ik denk een jaar later, dan kan ik het denk ik prima mee leven. Ik kijk er niet naar uit dat mijn turncarrière voorbij is, maar ik zie het meer als dat ik het leuk vind om met andere dingen bezig te zijn. Zeg maar. Dus het is niet zo van ik ben hier klaar mee, maar meer zo van er zijn ook andere dingen die ik hartstikke leuk vind. En ik vind het wel leuk om daarna uit te kijken, om daar meer tijd in te steken. Ja, naast mijn sport ben ik ook aan het studeren inderdaad en opleiding geneeskunde. Ik heb inderdaad in aanloop naar de Spelen heb ik dat even aan de kant gezet, maar na de Spelen wil ik daar wat meer aandacht aan besteden. Dus zal ik mijn training wel doorzetten, maar niet op wedstrijdniveau. Eigenlijk heb ik wel inderdaad het idee om een jaar later op het WK er weer bij te zijn. Ik denk dat Tokio, om daar nu al over te praten, dat het gewoon een brug te ver is. Maar ik ben naar Rio nog niet klaar mee. Nee, dat denk ik niet.